Ik vind het fantastisch dat de Paralympische sport stapje voor stapje steeds bekender wordt. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik nou van 9 maanden van niet kunnen lopen naar op de Spelen staan? Je ziet gewoon zijn zelfstandigheid die groeit ontzettend. Ja. Dan gaan we laten zien dat we het kunnen ook. Dan gaan we die gouden plak gewoon binnenslepen. Ik zit in het Team NL Kids lesprogramma. En ja, dat vind ik echt prachtig, want uiteindelijk heeft sport heel veel voor mij betekend. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat alle kinderen in beweging komen. En dat ze voelen wat sport kan doen. Dus vriendschappen sluiten. En gewoon lekker je energie kwijt kunnen. Buiten zijn. Fris voelen. Gezond voelen. Maar wat weet je over Tristan? Dat hij maar 1% kan zien. Dat hij maar 1% kan zien? Dat hij op zo'n fiets zit waar 2 mensen op zitten en dan zit hij altijd achter. Er was laatst een Team NL Kids persconferentie op de dag van de teampresentatie. Ja, dat was prachtig om te zien hoe de kinderen ervan genoten, maar ook zenuwachtig waren. En ja, daar herkende ik mezelf ook alweer een beetje van, oh, ik mag met Patrick Bos fietsen en met Teun Mulder. Maar ook de vragen die ze stelden, super geïnteresseerd en verdiept in wie wij zijn, wat we doen en ook gewoon heel puur hoe kinderen zijn en dat vind ik heerlijk. Wat zijn de zwaarste blessures die jullie allemaal hebben gehad? Is dat ik een eetprobleem heb gehad. Dus ik had anorexia, dus ik at veel te weinig. Ik dacht dat ik lichter moest zijn en dat ik daardoor harder ging fietsen, maar ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet zo. Ja, ik hou van controle en daar speelt mijn visuele beperking misschien ook weer een rol in, dat ik soms onzeker ben. Dus ja, dat is soms heel ingewikkeld, ook soms wel een soort van conflict in mijn hoofd. En ik durf wel te zeggen dat ik na eigenlijk begin 2020, dat ik toen wel meer de balans heb gevonden. En dat ik bijvoorbeeld nooit meer op een weegschaal sta. En uiteindelijk ben ik in 1 jaar tijd 14 kilo aangekomen. En toen was ik weer heel sterk. Dus een moeilijke periode. En daardoor ben ik zeker 8 maanden wel echt uit de sport geweest. Ik durf te zeggen dat ik mijn lichaam gewoon veel beter ken, wat ik nodig heb om, om op het juiste moment goed te zijn en om ook gezond te zijn, dus in balans te zijn. En ik denk dat dat sinds 2020 er echt is en dat ik dat ik beter weet wie Tristan is. Vandaag bij de eerste shift zijn Stijn, Iris, Marco en Manon. Marco die gaat solo. Het belangrijkste voor mij is in mijn leven mijn ouders en mijn familie. Al snel had ik zoiets van, Marco moet iets gaan doen, een hobby hebben of wat dan ook. Dus zijn we gaan proberen, gaan stimuleren. En je ziet hem nog steeds in een opwaartse lijn, omdat hij eigenlijk er zelf ook achter kwam dat er meer in het leven is als je een beperking hebt en dat je niet alleen maar in een rolstoel hoeft te zitten. Hij is begonnen met zeilen en uiteindelijk dus bij Boccia uitgekomen. Zonder hun kan ik de steun, kan ik de sport niet doen. Mijn ouders doen heel veel en brengen me naar het luchthaven toe. En ze kijken, aan het begin gingen ze vaak mee op toernooi. Hij is in de loop der tijd, vooral de laatste jaren, hij gaat zelf naar zijn trainingen toe, doet alles zelf. Als er iets op een probleem is, kan hij het zelf oplossen. Hij regelt in zijn huis alles zelf, terwijl hij dat vroeger dus eigenlijk helemaal niks deed.
is hij nu alles zelf aan het regelen. En je ziet gewoon zijn zelfstandigheid, die groeit ontzettend. Ja. Ik vind het fantastisch dat de Paralympische sport stapje voor stapje steeds bekender wordt. En waar het was in 2012 en waar het nu is, dat vind ik geweldig om te zien. En ik denk dat we gewoon echt laten zien dat het om topsport gaat. Sporters, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik heb ongelooflijk veel vertrouwen in jullie. We gaan er een hele mooie tijd van maken en laten we Nederland trots maken. Dankjewel. Ja. Wat vonden jullie ervan? Ik krijg er wel kriebels van, moet ik heel eerlijk zeggen. Gaat beginnen. Wat verwachten jullie? Hoe staan jullie ervoor? Wat zijn de doelen? Ja, ik zet hoog in. Ik durf wel hard op te zeggen dat ik voor 2 keer goud ga. Nice. Ja. Wow. En jij? Ja. Ik denk dat we op 3 onderdelen topfavoriet zijn. Dus 3 keer goud. Nou ja, ik zou er nog een gouden medaille aan toevoegen. Ja, wij gaan ook met 1 doel naar Parijs en dat is goud. En ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar de druk is best wel hoog. Dat eigenlijk, je kan er misschien bijna alleen maar verliezen, want iedereen denkt, jullie houden toch wel goud. Ja. Ja. Maar aan de andere kant heb ik ook wel zoiets van, dan gaan we laten zien dat we het kunnen ook. Ja. Dan gaan we die gouden plak gewoon binnenslepen. Nu met de zenuwen, schat? Ja, die zijn wel aanwezig. Ja. Ja, het komt ook steeds dichterbij natuurlijk. Ja, weet je, als je dan zo die Olympische Spelen op tv ziet, dan... Ik weet niet, dan aan de ene kant is het heel leuk en aan de andere kant word ik er eigenlijk nog meer zenuwachtig van, omdat ik daar nu ook gewoon dan graag wil dat het gaat beginnen. Maar is er iets wat ik kan doen waardoor het beter wordt of wat helpt? Ja, ik weet niet, gewoon af en toe zo verbabbelen, denk ik. Ja. Weet je, je gaat die zenuwen niet weg kunnen halen. Mijn vriendin brengt mij denk ik vooral een hele hoop rust. Ik ben best wel een druk persoon, best wel chaotisch, met vlagen. En zij is heel rustig, heel lief. Zij zorgt eigenlijk voor dat ik wat beter tot rust kom. Ik denk wel dat we elkaar niet zoveel gaan zien daar. Ik zit natuurlijk best wel... dat Olympisch dorp, dat is echt wel anders dan dat we op zo'n EK zijn, zeg maar. Het is super afgeschermd, niemand mag daar naar binnen. En ik hoop dat ik je na de wedstrijd even kan zien, maar... Ja, en dan moet je maar zijn, een soort van lokroep of... lokroep, hoor je dat ik mijn paringen dan ga doen? Tijdens de Spelen zullen wij vooral contact hebben via de WhatsApp en de FaceTime. Want ik mag het dorp niet uit, zij mag het dorp niet in. Ik wil dat ook niet, ik wil daar ook echt wel mijn focus bij het team houden. Het zal ook wel gek zijn, want we hebben nu nog 1 vrij weekend samen. En dan ga ik 24 augustus natuurlijk op die bus. Dan drop je me daar af en dan stap ik in die bus naar Parijs. Dan komt de rest van je familie nog je uitzwaaien? De mama komt wel naar de uitzwaaiwedstrijd. Maar die uitzwaaiwedstrijd wil ik ook nog wel naartoe eigenlijk. Gaan jullie dan folder op nog of is het dan nog wel wat rustiger, zeg maar? Ik denk wel dat we allemaal... wel bewust zijn van het feit, je wil niet geblesseerd raken die wedstrijd. Dus tuurlijk, je gaat er vol op, maar je gaat geen achterlijke acties uithalen om nog een bal ergens vandaan te redden of zoiets. Ik ga wel winnen die wedstrijd, want ik wil niet met een verlies te spelen in. Dus ik ga dat wel over mijn lijk dat we die wedstrijd verliezen, zeg maar. Kan ik dit, dit kan ik vasthouden. Gaat altijd zo, maar deze gaat goed. Eigen vork meenemen naar het dorp straks. Dat vind ik niet eens een heel slecht idee. Wat vind jij nou van al wat ze allemaal zeggen over dat bad maar 2 meter diep is? Onzin. Ja, mij lijkt het, dat maakt toch niet uit? Want we hebben hier in Amersfoort toch ook gewoon 2 meter diep? Ja. Daar wordt ook hard gezongen. Nee, in Parijs wordt harder gezongen dan in Tokio, en dan in Rio, en dan in Beijing, en in Londen. Ik denk... Dus het is echt dikke prima dat bad, hè? Ja, joh. Had ik trouwens verteld van Eindhoven vorige week nog met die donderdagmiddagtraining? Nee. Oh.
Nou, ik had dus ineens weer echt ziek last van mijn heup. En toen ben ik naar een fysio gegaan, maar die snapte eigenlijk ook niet zo goed waar het vandaan kwam. De grootste uitdaging van afgelopen seizoen was mijn heupblessure. We zijn er eind vorig seizoen, dus dat is ongeveer juni 2023, kreeg ik last van mijn heup. En we konden eigenlijk niet zo goed plaatsen wat er nou aan de hand was. Nou, en lang verhaal kort, eigenlijk na heel veel onderzoeken bleek dat ik een blessure had. Er was iets gescheurd. Alleen ja, de chirurg wist eigenlijk niet zo goed hoe dat nou überhaupt kon. Het blijft wel iets wat op de achtergrond gewoon doorsuddert. Alleen ik vond het raar, omdat we... Ik heb al best wel lang... Nou, gaat goed toch? Zeker. Alleen het was raar dat het dan vorige week ineens weer zeer deed. Ja, het zijn ook zware trainingsweken geweest. De eerste paar weken was het allerzwaarste. Zeker omdat ik de eerste paar weken na mijn operatie helemaal niet mocht lopen. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik nou van 9 maanden van niet kunnen lopen naar op de Spelen staan? Maar, denk je niet, want daar had ik met fysio ook over. Denk je niet dat dat ook komt omdat we juist de grens aan het opzoeken zijn? Het voelt enorm als een race tegen de klok, omdat je weet, ze zeggen 9 maanden herstel. Ik heb precies 9 maanden. Dus voor mijn gevoel moest ik echt elke dag vechten om dat herstel zo goed mogelijk te doen. En er zit natuurlijk altijd nog speling in zo'n herstel. Dus het had eerder gekund, maar ik had er misschien uit voorzichtigheidshalve, zeg maar, rekening mee gehouden dat het misschien langer zou duren. Zodat het alleen maar meevalt. De Tristan hier was wel echt een sprinter. Ik was 18 jaar. 14 kilo zwaarder dan dat ik nu ben. Dus ja, puur spiermassa. En hier was ik nog best wel een onzekere jongen. En Teun was echt mijn leermeester. En in 2021 in Tokio was ik wel meer echt een volwassen topsporter. En wist ik echt wie de sporter Tristan was en is. En wist ik meer over hoe ik zelf in balans kon blijven. En wat ik nodig had als sporter om te kunnen excelleren op het hoogste niveau. De belangrijkste mensen in mijn leven zijn mijn ouders, mijn zusje, mijn oma's, oma en Beppe en mijn vriendin. Dit was in december. Mijn vriendin komt uit Canada en doet ook aan Paralympisch wielrennen. Ze fietst op een solofiets. Ze gaat ook in Parijs zijn, dus dat is super speciaal om samen nu die aanloop mee te maken daar naartoe. En hopelijk allebei daar te presteren. We zijn in Parijs een jaar samen, dus dat is wel dat is superleuk. Ik denk niet dat we een feestje daar gaan hebben. Ja, na Parijs gaan we veel samen zijn, dus dan hebben we nog genoeg tijd om om iets te vieren en hopelijk medailles te vieren. Ik game graag met mijn medebewoners, vaak FIFA of Formule 1 of Euro Truck Simulator. We gamen niet zo vaak meer, omdat ik vaak weg ben. Voordat ik topsport deed, deed het elke avond wel samen. Ik vond het lastig en omdat ik ook dingen moest laten, minder lang s'avonds opleven, minder met vrienden afspreken. Ik moet winnen. Ja. Ik moet winnen. Moet je je best doen, Ferry? Ik heb gewonnen. Yes. Dames en heren, laat u horen voor onze eigen. Zo'n laatste wedstrijd met zoveel publiek, deze sfeer. Ja, dan krijg ik alleen nog maar meer zin om naar Parijs te gaan en daar te doen wat we moeten doen. Het was een ruime wedstrijd.
Dat weet je een klein beetje van tevoren, met alle respect voor Japan. Maar het is ook wel lekker dat iedereen minuutjes heeft gemaakt, iedereen heeft gespeeld, bijna iedereen heeft gescoord. Dus dat we gewoon met goede vibes hier de bus instappen zaterdag. Ja, zo voor Parijs moet je wel een beetje uitkijken met blessures. Meestal als ik val, dan heb ik hem wel ingecalculeerd. Dus dan weet ik eigenlijk al dat hij gaat komen. En soms denk ik, dit doet pijn. En soms denk ik, ja, hoort erbij. Wij vertrekken dus met de bus. Dus we verzamelen met z'n allen in Dordrecht. En daar stappen we op de bus richting Parijs. Waarbij we gewoon een bus hebben voor ons team. Dus ja, ik kan je garanderen dat dat vast een feestje wordt naar Parijs toe. Hun doel is gewoon 3 keer goud hier in Parijs. Nou ja, dat zou wel heel bijzonder zijn.